Ja, vertel het maar, wat gaat er door je heen na deze wedstrijd? Ja, wat denk je? Teleurgesteld. Ja. Nou ja, misschien nog wel wat meer krachttermen dan alleen teleurgesteld. Ja, het zou kunnen. Wat heeft de trainer in de kleedkamer gezegd vlak na afloop van deze wedstrijd? We hebben eigenlijk met z'n allen gewoon gesproken wat iedereen ervan vond. En hoe het hoe dit kwam. En hij zelf ook zijn mening daarover gegeven en voor de rest eigenlijk niks. En wat is die mening? Wat is jouw mening? Dat we het gewoon beter moeten doen tegen teams die zich helemaal ingaven. Denk in het aanvalspel dat we daarin meer kansen kunnen creëren, maar ook dat we gelijk in de omschakeling ook goed staan. Ik heb een hele vroege goal tegen. En daarna heb je de wedstrijd onder controle, denk ik. En maak je de 1-1. Ja, en dan is die 2-1, die goal, dat is zo'n cruciaal moment voor het gevoel. Voor het gevoel ook bij de tegenstander. Die krijgt dan weer hoop. En dan begin je helemaal soort van opnieuw. Ja, en dan krijg je ook nog uit de spelervatting de 3-1. Wat vind je van hoe jullie verdedigen bij die tegengoal? Zeker bij die 2-1, wat inderdaad een cruciaal moment is, wat je zegt. Ja, we verliezen de bal op links. Voorzet en doelpunt. Het gaat zo makkelijk. Ja, ik heb die goal niet teruggezien, maar volgens mij schoot Hapsum tegen iemand aan. En toen voorzet en de spits kopt hem in. Dat zijn wel momenten die wel cruciaal zijn in zo'n wedstrijd. Dan gaat het over, in vergelijking met afgelopen donderdag, over de inzet. Hè? Wat je ziet, of tenminste de agressiviteit. Dat is misschien een beter woord dan inzet. En dat is er bij Vlagen vandaag dan niet. Soms ook weer wel, maar hele grote delen niet. En hoe kan dat nou toch? Voetbal is een dunne lijn en dat heeft niks met instelling of wat dan ook te maken. Dat doen gewoon een aantal dingen gewoon niet goed. Maar heeft het dan wel mee te maken? Kwaliteit, simpelweg? Ja, als je me laat uitpraten, dan kan ik het uitleggen. Als je een aantal dingen gewoon niet goed doet als team zijnde, dan kan elk team jou pijn doen. Dat heeft Emmen gedaan, dat heeft Fortuna gedaan. Porto had het ook kunnen doen, maar daarin hadden we ook een paar keer geluk. En daar sta je met 1-0 voor, 2-0 voor. En dan verdedig je die voorsprong met man en macht, wat Fortuna nu doet. En dat is dan net even andersom. Maar dat heeft niks met instelling te maken. Ja, ik geloof daar niet in. We doen gewoon veel dingen fout. Niet met instelling te maken, dan heeft het dus ook met kwaliteit te maken. Wat er dus in deze spelersgroep dan niet is zoals je het wel zou willen. Ja, maar de kwaliteit is zeker wel aanwezig. Alleen zoals die 2-1 dan, dat zijn wel cruciale momenten. Om dat soort doelpunten niet tegen te krijgen. En daarin heb je de wedstrijd gewoon onder controle op dat moment. En dan krijgt Fortuna weer hoop. En dan 3-1 en 4-1 slecht. 4-1 ook na 15 seconden in die tweede helft. Dan denk je, er gaat iets gebeuren. Het heeft gedonderd met een 3-1 achterstand. En dan begin je zo aan een tweede helft. Ja, je probeert in de rust wat dingen recht te zetten. Je probeert een aantal dingen aan te geven waardoor je de wedstrijd nog kan winnen. En daar helpt zo'n snelle 4-1 niet bij. Ik ga een paar vragen stellen die onder supporters heel erg leven. Daarom vind ik dat ik ze moet stellen als ik die geluiden zo vaak hoor. Een van die vragen is die klikker tussen spelersgroep en trainer als het al zo pril zo vaak misgaat? Ja, ik vind dat ongelooflijk. Ik hoor ook al Jaap rot op uit het spelers, uit het uitvak. Ik hoor ook werken voor je kankergeld. Ja, dat hoor ik alleen bij Feyenoord. Ik heb dat voor de rest nergens gehoord nog. Ik vind dat soort dingen onbegrijpelijk. Dan bedoel je uiteraard het woord eromheen of überhaupt dat er dan kritiek op de trainer is? Nee, maar kom op, we zijn net bezig. En dit team is een heel nieuw team, een team in opbouw. Dat met goede lijn naar boven gaat. En we krijgen ook een paar tikken. En we proberen dat zo stabiel mogelijk te hebben. Alleen, we maken gewoon fouten in wedstrijden, cruciale momenten waardoor je tegenstanders hoop geeft. En dat heeft niks met chemie tussen spelers en trainers te maken. Want stelden ze die vraag ook donderdag of niet? Nee. Nou ja, dat is het opportunisme wat je ook in de voetballerij hebt, maar je kan er ook niet omheen. Kijk, als mensen met kanker gaan vloeken, dan ben ik snel klaar ermee. Ben ik helemaal met je eens. Maar het is logisch toch dat mensen ook kritisch zijn als jullie bij Emmen puntverlies leiden, bij Fortuna uit, dat het gewoon niet goed is. Ja, je mag wel kritisch zijn, maar er zit wel een verschil in kritisch zijn en dat soort dingen roepen, vind ik. Ja. Maar het is niet iedereen die daarbij over de schreef gaat verbaal. Er zijn ook mensen die gewoon oprecht vragen van, hey, is die klikker, werkt dit op de lange termijn? En dat is toch ook weer niet heel gek dat die vraag überhaupt gesteld wordt? Dat vind ik wel heel erg snel. Maar we doen veel dingen fout, vandaag ook weer. En dan krijg je hem. Krijg je jullie dit op de rit wel?
Nou, we gaan nu uit elkaar, maar ja, nogmaals, die vraag stelde je mij ook niet donderdag. Dan krijgen jullie het op de rit. Dus het voetbal is zo'n dunne lijn. En ja, als je vandaag niet die 2-1 tegenkrijgt, dan heb je de controle, je hebt kansen op 1-2. En dan gaat zo'n wedstrijd heel anders. Dus dat is die dunne lijn die ik bedoel. Maar dat zijn geen excuses van mij waarom we hier vandaag hebben verloren. Want dat was gewoon slecht.